Strijders, welkom bij weer een nieuwe video. 4 heerlijke upgrades heb ik aan mijn ploeg toegevoegd. Jullie gaan nu zien welke en ik laat zien hoe ik met ze speel. Het is echt mijn vingers bij af te likken. Gisteren zag je me vooral draften. Vandaag ben ik bezig geweest met Division Rivals en dan vooral met mijn rang. Om te zorgen dat we morgen meteen lekkere rewards hebben. Ik heb nog steeds niet heel veel zin gehad in het openen van mega veel packs. We gaan daar even een moment voor prikken. Ik heb nog flink wat geld klaarstaan om ervoor te zorgen dat we wel echt met een goed team die eerste weekend league ingaan. We gaan met z'n allen in livestreams nog wel veel packs openen. Maar nu dus eerst Division Rivals 4 heerlijke upgrades. Abonneer je even als je dat nog niet hebt gedaan. Dan mis je helemaal niks. Ik heb er zin in. Daar gaan we. Let's go. Ja, en ik heb vandaag flink gespeeld. Ik ben nu in rang 1 terechtgekomen en ik ben bijna divisie 1. Ik moet denk ik nog 3-4 potten winnen en dan zit je op die 1900 punten en dan kom je ook in divisie 1. En ik ga jullie nu laten zien met welk team ik vandaag heb gespeeld. We hadden wat geld. Ik heb natuurlijk even de Bruyne gepakt vorige week. Gisteren pakte ik in een video met Bart Bressers Kyle Walker. En uit die drafts van gisteren pakte ik ook nog Nelson Semedo. Gewoon wat lekkere packies. De Bruyne is weg, dus we hadden sowieso wel weer wat te investeren. Maar laten we even terugspoelen naar eerder vandaag. Voordat ik met de Rivals potten begon en hoe we onze ploeg op dat moment hebben verbeterd. Dit is nu ons team. De Bruyne heb ik verkocht. Ik had munten nodig voor de Squadbuilder Battle met dat Joch. Check die op de Veteranen, ons nieuwe kanaal. Daar komen alle Squadbuilder Battles nu. Lucas, daar hebben we mee gespeeld. Die komt nu in de ploeg. Ik heb PP op de transferlijst gezet. Van de week hebben we nog Alan. Deze man ga ik verkopen. Dit was leuk, maar kom op. En dan wordt het nu een beetje vervelend. Het is namelijk zo dat ik fan ben van Van de Beek. Maar dat ik geld heb voor twee mannen die ik echt heel graag wil proberen. En die ga ik gewoon halen. Dit is de eerste, Kai Havertz. Heel benieuwd naar. En de tweede is natuurlijk Hakim Ziyech. Ziyech, zoals ze eigenlijk in Marokko zeggen. En daar is Ziyech. Qua stats. Ja, Havertz is natuurlijk aanvallend beter. Hij is ook, alles wijst eigenlijk in het voordeel van Havertz. Behalve natuurlijk de passing. En Ziyech heeft 5 sterren skill. Toch? Ja, gruwelijk. Twee linkspoten, dat is niet heel handig, maar goed. Ik wil ze allebei graag in mijn ploeg hebben. Van de Beek zetten we even op de bank, die houden we nog sowieso. Ja, en dan ga ik op de rechtsback toch voor Walker. Ik heb hem gisteren nog gepakt in een video met Bart Bressers. Guess who? Vind je dat leuk om te zien? Ga even naar het kanaal van Bart Bressers, de kale verdette. Ik pakte Kyle Walker. Ik besloot hem gelijk te verkopen, maar nu moet ik er iets meer voor betalen om hem terug te halen. Maar goed, maakt niet uit. Als ik hem ga vergelijken met Semedo, is er eigenlijk geen reden om Semedo te halen, tenzij je via Semedo wil gaan linken naar een Portugees of zo. Dit is nu het team. Ik heb nog bijna 3 ton. En de enige posities waar ik nog even naar kan kijken zijn die van Matip en Richarlison eventueel. Maar Richarlison, ja, Werner zou daar al kunnen spelen. Maar dat is wel even een ander soort speler. Ja, ik moet die man testen. Richarlison heeft 8 wedstrijdjes voor me gespeeld. 9 keer gescoord, 7 assists. Prima statistieken. Maar het enige wat hem hier zou houden is zijn 5 sterren weak foot en zijn 4 sterren skill. Werner is in alles een betere spits. En dus is Richarlison weg. Kijk, ook die is binnen. Heerlijk. En het lekkere is, dit is zo'n verse kaart. Iemand heeft hem waarschijnlijk net gepakt, te koop gezet. Ik koop hem van hem 0-0-0. Vind ik lekker. Ja, dit is gewoon het team, jongens. 5 van de 30 wedstrijden hebben gespeeld. Ik ga denk ik 25 potten met dit team spelen om zo goed mogelijke rewards te claimen morgen. Ik ga nu gewoon die laatste 25 potten spelen. Ik denk allemaal met dit team. En dan gaan we voor een zo hoog mogelijke ranking. Dit is goede training, hoor. Even Division Rivals. Ja, Rivals is hele goede training en ik heb dat nu dus achter de rug. En inmiddels heb ik met Ziyech 17 wedstrijden gespeeld. 7 goals, 8 assists. Hij is op papier van die 3, Havertz, Werner, Ziyech, de goedkoopste. En op papier ook degene aan wie je misschien het minst zult hebben. In heel veel statistieken is hij minder dan Havertz. Zijn snelheid, zijn shooting, fysiek zelfs. Zijn passing is natuurlijk fenomenaal. En zijn wapen, 5 sterren skill moves. Die zijn heerlijk. En ja, weet je, we zien hier wat doelpunten van Ziyech voorbij komen. Ik speel met hem vanaf de rechterkant in de 4-1-2-1-2. Hij heeft heel veel lekkere assists, maar hij scoort toch ook makkelijk. Als je gaat inzoomen op zijn shooting, dan zie je dat zijn longshots eigenlijk prima zijn. Zijn finishing is ietsjes minder, maar zijn shotpower en zijn longshots zijn fantastisch. En dus zien we gewoon heel veel goede momenten van Ziyech voorbij komen. Hij is heel fijn, zijn dribbling is dus heerlijk, zijn passing is fantastisch. Hij kan ook echt goed die lange ballen geven naar de andere kant. En dit is toch wel zijn mooiste moment geweest. Ik denk in een van de laatste rivalspotten van mij van vandaag. Heerlijke skill moves. Ook nog even langs de keeper. Ja, dit is er eentje om in te lijsten. Ik vind Ziyech echt heerlijk. Hij is echt aan te raden. Ik heb er 48k voor betaald. Als jij een Premier League team hebt en een creatieve middenvelder nodig hebt, Ziyech kan het echt voor je doen. Als Nederlanders weten we ook wat hij kan, hoe hij speelt. Ik probeer ook echt met dat in mijn achterhoofd een beetje hem te gebruiken. Hij is snel moe uiteindelijk. Ik weet niet wat zijn stamina is. Toch 80, maar zal waarschijnlijk ook hoog hebben. Ja, precies. Bij Ajax verdedigt hij ook veel terug. Uiteindelijk is hij kapot. Dan breng ik vaak Donny van de Beek nog als suppie voor hem. Maar Ziyech, ik vind hem echt heerlijk.
Dan Kai Havertz. Iets duurder dan Ziyech. 3 keer zo duur trouwens. 128k. Is hij 3 keer zoveel waard? In het systeem dat ik speel misschien niet. Ik speel dus 4-1-2-2 small. Havertz vanaf de linkerkant. Eigenlijk Havertz en Ziyech op dezelfde posities. En Lucas nu nog op 10. Maar ik ben er vandaag eigenlijk al achter gekomen dat je Lucas daar niet neer moet zetten. Havertz zou daar denk ik beter tot zijn recht komen. Waarom? Vooral omdat het zo'n goede finisher is. 85 afmaken, dat is eigenlijk gewoon spitswaardig. Hij moet dichter bij de spitsen spelen. Hij heeft ook 88 sprintsnelheid trouwens. Dat besefte ik ook niet. Bovendien, hij heeft niet zo'n goede paas als Ziyech. Ziyech is prima om iets meer teruggetrokken te spelen waar hij nu speelt bij mij. Maar Havertz hoort eigenlijk wel op 10. Havertz zou zelfs, dat heb ik heel even gedaan, als tweede spits naast Werner kunnen spelen. Maar daar heb ik nu andere opties gehad. Heeft prima statistieken, hè, alsnog, vanaf het middenveld. 9 goals, 5 assists in dus 17 wedstrijden. En ja, die Havertz komt er dus goed bij de spitsen. Heeft niet die skill moves en de dribbelvaardigheden van Ziyech. Misschien al heeft hij wel gewoon 85 dribbling. Maar vooral die 4 sterren weak foot is bij hem top. 4 sterren skill, dat is wat je sowieso wel wil hebben op het middenveld. Tenminste, ik wel. Maar zijn schoten, dat merk je echt. Die zijn echt spitswaardig. Die zijn zo clean. Hier met rechts weer. Gewoon vol in de korte hoek. Doe ik niet vaak. De meeste goals die je ziet zijn echt in de lange hoek. Al is dit ook weer een voorbeeld dat ik hem wel weer in de korte hoek schiet. Dit is een lekker moment. Kijk eens even naar deze assist. Pam, met de schouder. Ik laat in principe alleen de goals zien van degene over wie ik het heb. Maar ja, die assist moest ik ook gewoon even bij Havertz laten zien. Dit is een heel lekker doelpunt. Ik merk dat wanneer je met je gezicht eigenlijk naar de zijlijn loopt. Eigenlijk weg van de goal. Dan werken schoten echt heel goed. Hij heeft dus goede schoten van veraf van in de 16. Het is een goede schutter en deze gaat nog wel even in mijn team blijven. Het lijpen is wel, Ziyech is echt niet veel minder. Zeker als je hem dus echt op je middenveld laat spelen. En Ziyech is een stuk goedkoper. Oké, dan de duurste van de 3. Timo Werner, chef kokosnoot. Eindelijk kunnen we hem in de Premier League gebruiken. En het is een heel goede kaart. Ik denk dat hij dit jaar beter is dan vorig jaar. Ik heb niet per se 4 sterren skill moves met hem nodig gehad tot nu toe. Vooral omdat alle spelers om hem heen dat wel hebben. Zijn statistieken liegen er niet om. 17 wedstrijden, 18 goals en 12 assists. Dat is meer dan goed. Wat heel lekker aan hem is dat hij 4 sterren weak foot heeft. Ik weet niet of hij dat nou vorig jaar ook had. Of dat het 3 sterren weak foot was. Maar het is heerlijk. Ik heb al een paar goals met hem met links gemaakt. Dat mensen gewoon echt niet verwachten dat je naar zijn linkerbeen draait. En dat hij hem gewoon hard binnenrampt. Allerchillst aan hem is dat hij heel snel is. Dat zijn finishing. Er zijn altijd nog betere spitsen weer. Maar zijn finishing is echt heel goed. Echt heel clean. Heel goed. Ze schoten zijn hard. Verder zijn zijn dribbling en fysieke statistieken niet slecht. 83 stamina is prima. Hij had wat sterker mogen zijn. Hij heeft een prima balcontrole. En ja, weet je, als we naar deze doelpunten gaan kijken. Hij scoort ze uit alle hoeken en standen wel. Ik speel dus heel offensief. 4-1-2-1-2 small is sowieso wel een vrij aanvallende formatie. Hij komt veel voor de goal. Hij is ook prima in het meevoetballen. Dat is wel heel relaxed. 78 korte paas heeft hij. Met een beetje goede cameraverstel erop. Dan komt hij dik boven de 80 uit. Dus hij is prima in dat combinatiespel. Heel sterk is hij dus ook niet. Fysiek, dat valt tegen. Maar ja, wat ik zeg, zijn finishing is gewoon perfect. Het is jammer dat hij niet supergoed is in strafschoppen trouwens. Ik mis eigenlijk een goede strafschoppennemer in mijn ploeg. Er is niemand die echt ver boven de 80 uitkomt daarmee. Maar goed, de dragbacks kan die, de balrolletjes, de fake shots. Dat is met hem allemaal gewoon prima in orde. Hier een lekker fake shotje in de beweging. Hop, nog een fake shot om stil te staan. En dan de clean afronding met een laag hardschot L1 en R1 tegelijk. Werkt soms ook weer, niet altijd, maar in deze situatie blijkbaar wel. Komt vaak hier goed in positie voor een volletje als je hem terugtrekt. Hier dacht ik dat het buitenspel zou zijn, maar stond hij blijkbaar prima achter die verdediging. Zag ik ook in de herhaling. Nee, Werner is echt gewoon een prima spits. Hij is redelijk prijzig. Ik snap dat hij voor veel van jullie iets te duur is. Maar ik kon Richarlison nog lozen en ik kon hem halen. Dus ik dacht, prima, doen we gewoon. Ik ben Chelsea gaan volgen dit seizoen. Ik ben zeer gek. Dus ik wilde Havertz en Werner er gewoon bij hebben. Hij is altijd goed geweest in FIFA. Het enige zal zijn dat ik hem op termijn wel ga verkopen vanwege die skill moves. Voor nu prima in divisie 3 en 2. En dus kun je zeggen dat ik over mijn hele ploeg tevreden ben. Behalve over Saint-Maximin. En jullie hebben hem misschien al in de gameplay voorbij zien komen. Marcus Rashford, dat moest mijn laatste aankoop gaan worden. Ja, Marcus Rashford dus. 6 wedstrijden heb ik blijkbaar nog gespeeld vandaag zonder hem, maar met Saint-Maximin. Saint-Maximin was gewoon snel en behendig, maar heeft gewoon geen goed schot. Hij miste veel kansen, schoot gewoon vaak in kansrijke positie naast. En ik zag dat ik net het geld ging hebben voor Rashford. Ik dacht, oké, prima, die moeten we hebben. 5 sterren skill, 4 sterren weak foot ook. Echt een goede kaart. Heeft natuurlijk een kaart als linkshalf, maar ik heb hem heel veel in de spits gebruikt. Hij en Werner naast elkaar in de spits. En dat kan prima. Rashford heeft in 11 wedstrijden 9 keer gescoord. Ik denk ook flink wat minder assists wel dan Werner. Misschien dat komt doordat je Rashford voor je gevoel nog meer diep steekt. Terwijl ze qua snelheid eigenlijk gelijk liggen. Ik weet niet hoe het komt. Rashford is misschien ook meer de man van de vooractie. Geen idee. Maar hij is fijn. Hij heeft vooral een keihard schot. Dat zie je ook in zijn statistieken terug. Maar dat ga je ook bij zijn doelpunten zien. Daar gaan we nu naar kijken. Zijn finishing ligt wat lager dan bij Werner. Maar het klopt. Dat is echt...
Die schotkracht van hem, dat is niet normaal. Werner is gewoon net de betere schutter uiteindelijk. Maar Rashford is wat fijner in het voetballen. Dit was meteen een heel belangrijke goal trouwens. De voorsprong in, ik denk zijn eerste wedstrijd, bij zijn debuut. En je ziet het aan die schoten. Hij snoeit ze zo hard binnen. Hij streept ze echt door de touwen, alsof die touwen doorgesneden moeten worden. Echt heel knap. En die 4-sterren Weakfoot is ook nog best wel belangrijk bij hem. Stel dat hij daar 3-sterren had gehad, was het toch een veel minder bruikbare speler geweest. Maar er zijn eigenlijk weinig redenen om Rashford nu niet te nemen. Betere en duurdere linkshalves uit de Premier League zijn uiteindelijk Son, omdat hij tweebenig is. Maar nee, omdat hij nog veel sneller is. Nog wat meer power, denk ik. En Sterling is volgens mij... Die is weer iets goedkoper dan Rashford. Maar Rashford is echt heel compleet. Dit is trouwens heel lekker gefinished. Weer in de lange hoek. Gewoon met rondjes. Er zat verder geen gekke knop bij. Maar wel lekker hoe ze dat nu doen. Dit is een lekkere combinatie met Werner. Rashford ramt hem weer in de korte hoek. En tot slot hebben we hier een doelpunt. Volgens mij niet van Rashford, maar een doelpunt dat ik jullie gewoon nog graag wilde laten zien. Rashford wel met de vooractie, het lekkere hakje, uitgespeeld, team goal. Ook dat soort doelpunten moet je af en toe even laten zien. Het was gewoon een doelpunt van het collectief. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Rivals gaat dus lekker morgen rewards. Ik ben heel benieuwd daarnaar. En vanaf volgende week pas Weekend League. Ik ben echt heel blij met deze 4 upgrades. Havertz, Ziyech, Werner en Rashford. En mijn ploeg is gewoon echt prima in orde nu. We gaan ergens dit weekend of komende week veel punten storten, veel packs openen. Want natuurlijk moet het team nog beter. Maar ik vind het ook leuk om nu even een klein beetje al organisch op te bouwen. Thanks voor het kijken jongens. Tot morgen. Adios. Ciao, ciao.